In deze video ga ik jullie bestellingen inpakken en zoals je ziet staan er nu een aantal bestellingen. Allereerst moet ik natuurlijk de ramen van de webshopruimte openmaken, alvorens ik licht heb om jullie bestellingen bij in te pakken. Nou, als ik dat gedaan heb, dan kan ik aan de slag gaan. Dus ik begin bij de eerste en zoals je ziet zijn hier een aantal artikelen besteld. Ik pak mijn roze bakje, loop naar de webshopruimte, ga allereerst de goudkleurige knijpkralen pakken. Dan pak ik van dit ijzerkoord op het rolletje. Dan ga ik door en dan ga ik voor het goudkleurige macramékoord. En die ga ik afmeten op mijn kastje. En dan heb ik hem ingepakt en dan gaat ook dit in een bakje erbij. Allereerst pak ik nog van deze karabijnsluitingen en van de verlengkettingjes. En dan moet ik even gaan zoeken, want ik heb een kralenbox nodig. Alleen, ik moet een rode kralenbox hebben. Ik moet even kijken waar die staat. Nou, hij staat in dit kastje en zoals je ziet zijn dit de roodkleurige rokailles. Dan ga ik met mijn bakje naar de webshopruimte en ik kom naar mijn inpakruimte en ik kom erachter dat ik nog wat artikelen mis. En dat is dit. En dat zijn deze 4 mm buikringen. En als ik die dan gepakt heb, dan is mijn bestelling klaar om verzonden te worden. En uiteraard komt er nog een kleinigheidje bij. Dan doe ik alles in een zakje en in een envelop en dan ziet het er zo uit. Dan kan ik door naar de volgende bestelling. Deze heeft een aantal bedels besteld, waaronder deze roze en witte paper bedels van die Lucky Eyes. En die pak ik samen in. Dan ga ik door naar de volgende goudkleurige bedels. En zoals je ziet doe ik het even snel achter elkaar. Maar die gaan ook natuurlijk samen in een zakje dadelijk. En allerlaatste nog van deze kusjes stickers. En dan is ook deze bestelling weer klaar om verzonden te worden. En dit was de bestelling van Puk. Dan alweer de derde bestelling. Ook hier pak ik weer een bakje voor wat van deze goudkleurige knijpkralen. Van deze open sterretjes bedels. Van die basis karabijnboxen. Dan nog een basispakket in goudkleur. Dan ga ik nog kijken waar ik mijn ronddektangetje in het zwart heb. Nog wat van dit breed bruin leer. En dat gaat ook weer samen in een bakje erbij. En dan is ook deze bestelling klaar. Dan moet ik nog even een doosje pakken. Een papiertje voor in het doosje. En dan kan ik alles inpakken. Uiteraard ook hier weer een dankkaartje en een kleinigheidje erbij. Dan door naar de volgende. En deze heeft een beadspinner en een aantal satijnkoorden besteld. Nou, allereerst de beadspinner en de satijnkoorden liggen in deze twee lades. Nou, en als laatste nog wat van deze Indonesian beads erbij. Folie. En dan is het klaar om verzonden te worden. De volgende bestelling heeft van deze grootgat vierkante roodkleurige kralen. En van deze 4 mm imitatieparelkraaltjes. En dan is ook deze bestelling weer klaar om verzonden te worden. Uiteraard gaat hier ook weer een kleinigheidje bij. Dan de volgende bestelling. Pak weer mijn roze bakje. Loop weer naar de webshopruimte. Een 10-vax bakje. Wat van deze 6 mm imitatieparels. Wat van deze chipstone imitatiekralen. Dan heb ik nog een lint in good vibes. En het weeskoord van wat van deze zilveren zakjes. En ook deze bestelling is weer klaar. Dan door. En deze bestelling heeft een starterspakket. Dat pak ik allereerst voordat ik de volgende artikelen ga pakken. Ook hier begin ik weer met knijpkralen. Dan wat van dit ijzerkoord. Dan ga ik door naar de bedels. Waaronder deze bliksemschichtjes. Wat oorbellen. Van deze roze rokailles. Dan ben ik even zoeken. Maar ik moest ook de goudkleurige rokailles hebben. Dan de paarse. En dan ook nog een keer de roze. En die kleurcombinatie. Echt, I love it. Kijk dan. Nog meer oorbellen. En dan ga ik weer verder kijken. Deze goudkleurige sterretjes moest ik nog hebben. Dan nog wat van die 10 vakbakjes erbij. Van deze glasparel. Dan wat van die Lucky Eye schelpjes. Dan nog een aantal bedels, waaronder die paarse smiley bedels. En zoals je ziet, ik word hier zo vrolijk van al die kleurcombinaties van deze bedeltjes. Dan de volgende bestelling. Goud met rooskleurige thank you stickers, zoals van die hartjes, kaarten en zakjes. Nou, hier zie je dat ik alweer een aantal bestellingen klaar heb liggen. En één bestelling heeft gevraagd om die in te pakken op film. Dus dat gaan we ook doen. Ik begin met het pakken van deze roodkleurige aardbeidjes. 2 stuks. Dan ga ik door naar de beige vlindertjes. Nog wat van deze. Nog één van deze. Roze kwarts bedels. Wat van deze superleuke gummy bear bedels. 0,4 mm elastiek. En deze lila
schelpjes. En dan is ook deze bestelling klaar om verzonden te worden. Dan heb ik nog een bestelling met een heleboel bedels. Dus die ga ik nu ook inpakken. Ik begin met de ene witte smiley. En dan ga ik door naar mijn 30 witte bliksembedels. Dan nog wat van die hondenpootjes. Hartjes in roze en wit. En dan ziet het er zo uit. En ook dit is natuurlijk weer klaar om verzonden te worden. Dan heb ik weer een heleboel bestellingen klaar liggen. En eentje ga ik inpakken op film. Dus hierbij neem ik jullie natuurlijk weer mee. Nou, je ziet, het is best een grote bestelling. Dus we zijn er even mee bezig. Ik ga weer met mijn laptop en bakje naar de webshopruimte. Ik begin met deze goudkleurige sterretjes. Dan van deze acryl smiley bedels. En dan nog wat van deze rode hartjeskralen. Er ligt een zakje verkeerd, dus dat leg ik eerst even goed neer. En dan kan ik door naar mijn smileys. Nou, ik trek hier de lichtroze open, maar het moet natuurlijk de felroze zijn. Maar dat komt goed. Zoals je ziet heb ik nu alles als combinatie ingepakt. Dan door naar de gouden sterretjes en de glitter smiley kralen. Nog wat van deze polymeer bloemetjes en ook nog polymeer hartjes. Echt lof de polymeer kralen. Wat van die gouden oorbelhaakjes. Nog wat meer katsuki kralen. Een roze schildpadje. Dan nog wat van deze super schattige bloemetjes. Goudkleurige schelpjes en wat van die Miyuki Tila of Taal Beads. En dat heb ik natuurlijk ook weer samengepakt om in de bakje te stoppen. Dan nog wat van die bedeltjes. En ik ga eerst alle bedeltjes verzamelen voordat ik ze gezamenlijk verpak. En natuurlijk ook nog wat normale goudkleurige bedels. En dan ziet het er zo samengepakt uit. Dan nog wat van deze super schattig gekleurde roze rokailles. Nog wat van dit roze weeslint. En natuurlijk ook nog een Good Vibes lint. Dan ga ik door naar de beige rokailles. 4 van deze 8 vax bakjes. Nog wat van die 4 mm goudkleurige rokailles. En last but not least het 0.4 en het 0.5 mm elastiek. En dan is ook dit inpakavontuur weer voorbij. Mocht je dit nou een leuke video vinden, vergeet je dan zeker niet te abonneren op ons kanaal en een like achter te laten onder deze video. Bedankt voor het kijken.